Hoi, hoi. Nou, leuk dat je weer kijkt. Het is weer dinsdag en we hebben weer een heel leuk, geen knutselidee, maar wel een teken- en kleuridee. Nou, het is eigenlijk meer een tekenidee in de vorm van een klein spelletje. Wat het is, kom maar mee, want dan loop ik lekker naar mijn werkkamertje en dan laat ik het jullie zien. Nou, voor dit teken- en spelletjesidee heb je een leeg papiertje nodig. Ik heb gewoon een A4'tje gepakt en een zwarte stift, want we gaan niet echt kleuren, maar we gaan een spel intekenen, een klein spelletje. En dat spelletje dat hoeft in principe niet lang te duren. Het kan wel, want je moet een beetje inzicht hebben, denk ik. Dus doe het misschien samen met papa of mama of alleen. Ik weet niet hoe moeilijk dat je het vindt, maar dat gaan we nu uitproberen. Dus we pakken de stift en we gaan tekenen. Nou, hier in het midden, bovenin het midden, komt een driehoekje. Doen we hier een rondje. Hier een rechthoek of een vierkantje, dat maakt in principe niet uit. En dan hier in het hoekje ook. Hier weer een driehoek. En daar een rondje. Nu gaan we het cijfers geven. We beginnen met 1 en 1. 2 en 2. 3 en 3. En nu is het de bedoeling, kijk, zoals je ziet, 1, 2, 3 en 3. Dat is de tekening die je moet hebben. En dan gaan we dus lijnen trekken van 1 naar 1, van 2 naar 2 en van 3 naar 3. Maar de lijnen mogen elkaar niet kruisen. Ik heb al een voorbeeldje gemaakt. Zo. Kijk, je kan bijvoorbeeld dit doen en dan van 2 naar 2, maar dan is het daar al fout. Dus eigenlijk, eventjes een klein momentje, het gaat goed. Shadow die ziet weer iets, dus dit mag niet, het mag niet kruisen. Je moet het eigenlijk zo kunnen doen dat de lijnen niet kruisen. Dus ik pak nu weer het goede papier erbij. Dus de 3 naar de 3, de 1 naar de 1 en de 2 naar de 2. Ik ben benieuwd of dat het jullie gaat lukken. En ik zal het in een later filmpje of foto laten zien hoe dat het in werkelijkheid gaat. En misschien kunnen jullie er zelf al uitkomen. Ik ben zeer benieuwd. Laat het me wel weten in de reactie. Nou, dat was weer eens wat anders, hè? Nou, dan zien jullie ook gelijk waarom ik het eerste filmpje niet opgenomen heb. Omdat je dus de lichtbanen ziet van mijn jaloezie die ik naar beneden heb gedaan. Maar goed, nu denk ik van, ach, wat maakt het uit? Nou, de tekening. En ik ben dus heel benieuwd of dat jij eruit gaat komen. Ja, ik zou zeggen, laat het me weten. En natuurlijk laat ik misschien volgende week bij een nieuwe knutseldingen, dat ik het jullie laat weten. Nou, voor nu zou ik zeggen, like, reageer en abonneer. En tot de volgende keer. Doei doei.